mensen, ik ben er weer met een nieuwe yoga video vandaag. Het wordt een vinyasa flow en het thema is acceptatie. Daar gaan we straks wat dieper op in. Mocht je blessures hebben, pas vooral houdingen aan. En luister goed naar je lichaam, dat is ontzettend belangrijk. Deze les is op donatiebasis. Kijk hier beneden voor meer informatie. En laten we er een fijne les van maken. Kom lekker zitten op je mat. Neem eventueel een blok erbij als je die hebt. Misschien een verhoging. En eerst is het thema acceptatie. Acceptatie is in deze tijd denk ik erg belangrijk. Want we leven in een tijd dat we dingen moeten accepteren. En je hebt er weinig invloed op. Dus ik wil het thema eigenlijk verder gaan uitdiepen door in de yogales te accepteren hoe je lichaam aanvoelt, hoe je lichaam doet in de houdingen. Of je misschien merkt dat je juist wat meer flexibeler bent of juist wat stijver. En dat probeer je te accepteren. En daarnaast probeer je te accepteren wat voor gedachten er komen. Dus misschien kijk je of je die gedachten kunt observeren, kunt accepteren en vervolgens kunt laten gaan. Dus dat zal het thema zijn van deze les. En misschien neem je dat wel straks mee als je de rest van je dag ingaat. Of misschien heb je het aan het eind van deze dag deze yogales gedaan. En kijk je of je het mee kunt nemen naar de volgende dag. Goed, we beginnen eerst in een child's pose. Dus het blok mag je nog even aan de kant leggen. En je mag de tenen bij elkaar plaatsen. Je armen naar voren strekken of langs je lichaam. Dat is helemaal jou. En dan mag je komen liggen met je voorhoofd aan de mat. En dan hier een moment de tijd om even een paar keer diep adem te halen. Je hele lichaam te voelen. Probeer alles te ontspannen. Dus je laat je heupen zakken richting je hielen. Je laat je schouders ontspannen. Je gezicht is ontspannen. Voor de paar komende minuten even helemaal niks. Merk dan je ademhaling op. Dus je ademt rustig in en uit door je neus. Misschien bij elke uitademing ontspan je wat meer, zak je wat dieper weg in de houding. En accepteer je hoe de houding nu voor je voelt. Accepteer je hoe je lichaam aanvoelt. Je accepteert misschien de gedachten die komen en gaan. Je observeert ze van een afstandje. Steeds als je merkt dat de gedachten bij je blijven, keer je terug naar de ademhaling. Laat je de gedachten langzaam gaan, dan adem je ze misschien uit. Maar accepteer dat ze komen en gaan. En dan je laatste paar diepe ademhalingen hier in je child's pose. Waarbij je op elke uitademing nog wat meer verdiept, ontspant, accepteert. En dan vervolgens kom je langzaam op de inademing omhoog. Mag je je knieën op heupbreedte zetten. Er komen zitten. En dan vanaf hier op de inademing strek jezelf op. Armen komen omhoog. En op de uitademing leun je naar rechts en kom je weer zitten. Adem je in, breng je weer de armen omhoog, maak lang. En op de uitademing leun naar links en kom zitten. Doe een paar keer, adem in. En adem uit. Adem in. Maak
helemaal lang. En adem uit. Laatste twee keer adem in. En adem uit. Laatste in. En uit. En dan vervolgens adem je in. Breng je weer beide armen omhoog. Breng je de armen door naar achter, naar je onderrug. Zet je handen in je onderrug. Je duwt de heupen naar voren. Bent je borst, je hart naar voren in camel pose. Oestrasana. Open goed je borst. Blijf de navel in en optrekken. Voel die opening aan de voorkant van je lichaam. Blijf rustig doorademen hier. Misschien kan je nog ietsjes meer naar achter. Adem diep in. En adem uit. Kom heel langzaam met handen en knieën naar de grond. Naar een alfa-positie. Je handen staan onder je schouders. Vingers staan goed gespreid in de mat. Knieën zijn heupbreedte en onder de heupen. Op de inademing maak je een holle rug. En op de uitademing maak je een holle rug. Inademing naar je holle rug. En uit naar je holle rug. Merk ook op dat de schouderbladen meenemen. Beweeg op je eigen tempo, eigen ademhaling. Je laatste in- en uitademing hier. En dan kom je naar een neutrale positie. Vanaf hier mag je de armen naar voren strekken. Je heupen blijven hoog. We komen naar Anahatasana. Je laat je hart... borst zakken richting de mat. Mag je voorhoofd aan de mat plaatsen. Als dat lukt. Voel die lengte in je lichaam. Voel de opening van de borst en hartgebied. Hou de heupen hoog. En dan mag je vanaf hier de handen naar de rechterkant lopen. Laat je weer je hart, je borst zakken richting de grond. En voel je een zijkant stretchen aan de linkerkant van je lichaam. Kijk of je daar je aandacht en je ademhaling naartoe kan brengen. En dan vanaf hier mag je de handen naar de andere kant lopen. En voel je een stretch aan de rechterkant van je lichaam. Maar hier op elke uitademing laat je misschien je hart, je borst meer zakken richting de mat. En dan mag je handen weer terug naar het midden lopen. En dan vanaf hier doen we een cobra. Dus zorg dat je genoeg ruimte hebt voor je. Op de inademing breng je borst over de vloer. Duw je borst je hart omhoog. En op de uitademing komen de heupen erachter. Doe nog een keer. Adem in, breng je borst over de vloer, duw omhoog. En uit naar achter. Nog twee keer adem in. Gebruik ook de buikspieren. En adem uit. Je laatste in. En uit. Dan op de inademing breng je borst weer over de vloer en kom je liggen op je buik. Alright. Gaan we door naar Shalabhasana. Je brengt je armen naar achter, strengelt de vingers in elkaar, brengt de voeten bij elkaar. Lift vervolgens je hart, je borst omhoog. Kijk of je de handen richting de benen kunt duwen. Misschien lift je ook de benen van de grond. Blijf rustig doorademen. Open weer goed je borst. Kijk naar voren. Span de billen aan. Adem diep in. En adem uit, laat rustig los. Breng je handen voor je. Leg je kin op je boom aan je handen. En steeds kom je weer terug bij die acceptatie. Acceptatie van je lichaam, acceptatie van de gedachten. Breng dan je armen naar achter. Kijk of je misschien de enkels kunt vastpakken of de bovenkant van de voeten. Of je reikt alleen naar achter. En op de inademing lift je borst. Van de grond, je balanceert. Kijk of je ook je benen misschien van de grond kunt liften. In je Dhanurasana, bow pose. Blijf doorademen.
En accepteer ook dat deze houding maar tijdelijk is. Zij gaat voorbij. Adem diep in. En op de uitademing laat je langzaam los. Leg hier je handen voor je. Even een moment, een paar ademhalingen hier. En dan mag je vanaf hier je handen onder je schouders brengen. Kun je tenen in de mat krullen en jezelf opduwen op de inademing naar een hoge plank. Adem in naar een hoge plank. En adem uit, breng je knie naar de grond, buig de ellebogen langs het lichaam. Kom liggen. Doen we nog een keer. Adem in, lift op. En uit, misschien een chaturanga. Inademing, duw op. En uit, chaturanga. Laatste in op. En uit, chaturanga. Inademing naar cobra of upward facing dog. Open je borst. En uit naar je eerste downward facing dog van vandaag. En dan mag je vanaf hier even de hielen uitlopen richting de mat. Even die stretch voelen op de achterkant van je benen. De vingers spreiden in de mat. Duw je staart binnen omhoog richting het plafond. En dan kom je vanaf hier langzaam tot stilstand. Dan op de inademing lift je rechterbeen omhoog, maak lang. En op de uitademing buig je knieën, opent je heup. Laat goed je rechterhand in de mat duwen, zodat de schouders in één lijn zijn. Dan mag je vanaf hier cirkels gaan draaien met die knie. Om even die heupen te openen. Grote cirkels, bewegingsbereik in je heup. En dan vanaf hier adem in, strek uit. En adem uit, knie in de neus. In omhoog. Uit, tik je rechter elleboog aan. Adem in omhoog. Adem uit, tik je linker elleboog aan. En strek vervolgens je been naar links. Open je linkerarm omhoog in een fallen triangle. Ik ga even draaien. En dan vanaf hier stap je linker voorbij je rechtervoet. Kom naar je side plank. Blijf doorademen. Wil je extra uitdaging? Lift je linkerbeen omhoog. Blijf doorademen. Adem diep in hier. En adem uit. Kom weer terug naar downward facing dog met je linkerbeen gelift. Maak een lengte adem in. En adem uit. Buig je knieën, open je heup. Maak hier weer een paar cirkels. Goed, blijf doorademen. Wissel de kant. En vanaf hier adem je in, strek je uit. En adem uit, knie naar neus. In, breng omhoog. En uit, tik linker elleboog aan. In, omhoog. En uit, naar rechter elleboog. Strek je been uit naar rechts. Open je rechterarm omhoog. Fallen triangle. Blijf goed doorademen. Diep in hier. En uit, stap je linkervoet bij je rechtervoet. Kom naar je side plank. Gebruik die core. Wil je meer? Lift je rechterbeen omhoog. Blijf doorademen. En accepteer dat deze houding tijdelijk is. Adem in. En adem uit. Keer naar je downward facing dog. En dan mag je vanaf hier je voeten aan de buitenkant van de handen lopen. Je komt in je malasana, in die squat. Dus laat de heupen zakken. Ellebogen brengen in de binnenkanten van je benen. En dan mag je vanaf hier even een paar keer cirkeltjes draaien met de polsen. Met de handen. Even die polsen losmaken. Met best wel wat belasting op die polsen. Streng ook die vingers in elkaar. Maak een paar cirkeltjes. En ook de andere kant op. Alright. Nou, vanaf hier kom je langzaam met de heupen omhoog. Je loopt je voet op de heupbreedte. En dan mag je de vingers achter je in elkaar strengelen. En je armen over je hoofd laten zakken. Als je het fijn vindt, kan je hier de knieën iets buigen. Voel weer die stretch op de achterkant van de benen. Laat het hoofd zakken. Misschien schud je een beetje. Ja, nee. Blijf rustig doorademen. Vanaf hier adem je in, kom je langs omhoog, werveltje voor werveltje. En laat je de armen los.
En in een staande positie, breng de voeten bij elkaar. Ga naar het zonnegroeten met variatie. Je ademt in, breng de armen omhoog, handen bij elkaar. En adem uit, buig voorover. Adem in, maak een lange rug, eventueel plaats je de handen op de schenen. En adem uit, stappen springen achter, hoge plank, op die knieën aan de grond, lage plank. In naar upward facing dog of een cobra. En uit naar je downward facing dog. Blijf weer even hier staan, kom op adem, adem een paar keer diep door. In en uit door je neus. Eventueel de knieën iets buigen, dat je meer lengte kunt maken in de rug. Goed weer die vingers spreiden in de mat, handen komen op heupbreedte, voeten zijn op heupbreedte. Steeds keer weer terug naar die ademhaling. Neem je laatste ademhaling hier. En dan adem je in, stappen springen naar de voorkant van je mat. Maak een lange rug. En adem uit, buig voorover. Adem je in, cirkel je de armen omhoog, breng de handen bij elkaar. En op de uitademing buig je de ellebogen, je opent je borst naar voren, leun naar achter. Adem in, strek weer de armen omhoog. En adem uit, buig voorover. Adem je in, maak je lengte. En adem uit, stappen springen naar achter, hoge plank, lage plank. In naar upward facing, op je borst. Uit naar downward facing. Maar even hier een paar ademhalingen. Als je het fijn vindt, kun je nog een beetje bewegen. Misschien wil je heupen weer wiegen. Of je knieën weer buigen, dat is aan jou. Kijk wat goed voelt. En dan vanaf hier neem je laatste ademhaling. En adem je in, stappen springen weer naar de voorkant van je mat. Maak een lange rug. En adem uit, buig voorover. Adem je in, buig je de knieën, breng je de arm omhoog. We komen naar Utkatasana. Chair pose. Probeer je bekken een beetje te kantelen, dat je rug mooi lang is. Kijk naar de handen toe, eventueel de handen los, schouders laag, weg bij de oren vandaan. Blijf hier goed doorademen. Adem diep in, breng de arm omhoog. En op de uitademing zwaai eens langs de rechterkant. Blijf de knieën buigen. Adem in, arm komen weer omhoog. En adem uit, zwaai eens langs de linkerkant. In de ademing, arm komen omhoog. En adem uit, buig voorover. Adem in, maak lengte. En adem uit, stappen springen, hoge plank, lage plank. In naar upward facing. Uit naar downward facing. Adem je in, lift je rechterbeen omhoog. En adem uit, stap je voet zachtjes tussen je handen, gebruik de buikspieren. De linkerknie komt aan de grond. Adem je in, breng je de armen omhoog. En op de uitademing breng je de armen naar achter. Je strekt je borstenbeen. Heel komt in de mat, tenen naar je toe. Adem in, kom weer naar voren. En adem uit, armen naar achter, strek je borstenbeen. Laatste adem in. En adem uit. In naar voren, zet je hand op de mat. Hou eventueel je rechterbeen gelift. One leg in chaturanga. In, adem in naar upward facing. En uit naar downward facing. Adem je in, lift je links omhoog. Adem uit, stap je voet zachtjes tussen je handen. Rechterknie komt aan de grond. Adem in, arm komt omhoog. En adem uit, breng de armen naar achter, strek je borstbeen. Vind die balans. Adem in naar voren, goed de buikspieren aanspannen. En uit naar achter. In naar voren, laatste. En uit naar achter. In, kom naar voren, zet je handen aan de mat. Stap je linkerbeen naar achter, hou eventueel je been gelift. Chaturanga, adem uit. In naar upward facing. Uit naar downward facing. Weer even hier een paar ademhalingen. Blijf goed doorademen. Je kan altijd child's pose nemen die we in het begin deden. Als je wil uitrusten. Neem je laatste ademhaling hier. En adem je in, stappen springen naar de voorkant van je mat. Maak een lange rug.
En adem uit, buig voorover. Adem in, buig je knieën, breng je armen omhoog. Dit keer handen goed bij elkaar. Kantel je staartbeen weer naar beneden. Adem diep in, maak lengte met de armen. En op de uitademing maak je een twist naar rechts. Hou de knieën gebogen. In de ademing, armen komen omhoog. En uit, twist naar links. In, weer armen omhoog. En uit, buig voorover. Adem in, maak je een lange rug. In de adem uit, stappenspring, hoge plank, lage plank. In naar upward facing. Uit naar downward facing. Adem je in, lift je rechterbeen omhoog. Adem uit, stap je voet tussen je handen. Adem in, kom met de arm omhoog. En adem uit, laat je achterste knie zakken. In de ademing, kom op. En uitademing, laat zakken. Twee keer ademing. En adem uit. In omhoog. Uit naar beneden. In omhoog. En uit, breng de handen naar de mat. Misschien je rechterbeen gelift houden. Adem uit, chaturanga. In naar upward facing. Uit naar downward facing. Andere kant, adem in, lift links omhoog. Adem uit, stap je voet tussen je handen. Adem in, breng de arm omhoog. We komen naar onze hoge leunen, schouders laag. Maak lengte, adem in. En adem uit, breng je rechterknie naar de grond. In omhoog. En uit naar de grond. Blijf doorademen, in. En uit. De laatste in. En uit. In omhoog. En uit, handen naar de grond. Evenveel linkerbeen gelift houden. Chaturanga. In naar upward facing. Uit naar downward facing. En weer hier even je tijd komen om op ademhaling te komen. Blijf goed doorademen. Voel misschien die warmte in je lichaam. Accepteer hoe je lichaam voelt. Accepteer je gedachten die naar boven komen. Neem je laatste ademhaling hier. En adem je in, stap, spring je naar de voorkant van je mat. Maak een lange rug. En adem uit, buig voorover. Adem in, buig nog een keer de knieën, breng de armen omhoog. Breng je nu je handen voor je hart. Blijf even hier met gebogen knieën. Kom wat dieper zitten. Adem diep in. En adem uit. Laat los. Strek op. Hou de handen voor het hart. Sluit een moment je ogen. Voel je ademhaling. Voel misschien het kloppen van je hart. Kom misschien weer terug bij die acceptatie. Welke dingen moet jij nu in je leven accepteren? Heb je daar moeite mee of gaat je goed af? Bedenk je waarom? Dan mag je rustig je ogen openen, je armen laten zakken. Dan doen we een vinyasa. Adem in, breng de arm omhoog. En adem uit, buig voorover. Adem in, maak lengte. En adem uit, stappenspring, hoge plank, lage plank. In naar upward facing. En uit naar downward facing. Adem je in, lift je rechterbeen omhoog. En adem uit, stap je voet tussen je handen. Adem in, kom naar een hoge lunge, breng de arm omhoog. Vanaf hier maak je, lift je linkerbeen omhoog. Richting je borst. Pak hem vast, breng hem zo hoog mogelijk. Dus je linkerknie is naar je borst toe. Handen zijn bij elkaar. Kijk of je hem stevig naar je toe kunt brengen. Blijf goed doorademen. Kijk of je standbeen kunt strekken. Heel goed. Dan adem je diep in hier. En dan pak je met je linkerhand je knie vast. Die open je naar de buitenkant. Je opent je rechterarm naar rechts. Kijk of je kunt blijven staan. Misschien wiebel je ook een beetje zoals ik. Of je heup kunt openen, je blik is naar rechts. En of
vanaf hier mag je langzaam je knie loslaten. Je arm omhoog strek, je been strek je uit in een star pose. Blijf doorademen. Vanaf hier gaan we langzaam met de bovenlichaam naar voren kantelen. En naar warrior 3 komen. Dus je armen komen langs je oren. Je strekt je linkerbeen uit naar achter. Je komt in één lange lijn. Tenen wijzen naar de grond. Heel duw je uit naar achter, alsof je tegen een muur stapt. Blijf doorademen. En dan vanaf hier heel langzaam laat je linkervoet achter je zakken. Breng je armen naar achter, strengel de vingers in elkaar. Adem in, breng de borst naar voren. En adem uit. Buig voorover in je handen, hoor je. Blijf doorademen. Voel die kracht op het voorste been, blijf het achterste been verlengen. Adem diep in hier. En op de uitademing laat je linkerhand zakken, de binnenkant van je rechtervoet en je opent je rechterarm omhoog. In een twist. Blijf doorademen. Blijf het achterste been verlengen. Vanaf hier gaan we goed de buikspieren gebruiken. Dus je komt omhoog, maar je blijft in je twist. Dus je linkerarm komt naar voren, rechterarm naar achter, je kijkt naar achter. Blijf doorademen en die heupen zijn nog steeds in één lijn. De voorste knie is gebogen in de hoek van 90 graden. Dan laat je langzaam je rechterhand achter je zak op je linkerbeen. De linkerarm komt omhoog. We zijn in een gedraaide reverse warrior. Blijf goed doorademen. Kijk misschien mee omhoog, als dat oké voelt. Adem diep in hier. En op de uitademing maak je een grote cirkel. Je draait je achterziel in de mat. Neem dit keer je rechterarm omhoog in een gewone reverse warrior. Blijf doorademen. Blijf goed door die voorste knie buigen, achterste been verleng je. De adem je in, strek je voorste been. Je maakt misschien een iets kleinere stap. Rij naar voren met je bovenlichaam. Land vervolgens je rechterhand op je scheenbeen of je enkel. Linkerarm komt omhoog. We zijn in Uttita Trikonasana. Vanaf hier ga je armcirkels maken. Dus je brengt je arm over je hoofd, maak lengte. En op de uitademing komt je arm naar de grond toe. Je rijdt weer omhoog. En doe een paar van deze cirkels op je eigen tempo. Eigen ademhaling. Dus inademing omhoog. En uit, laat je armen zakken richting de grond. Blijf die heupen openen, blijf je borst openen. En dan bij je laatste. Kom je weer omhoog met je arm. En dan ga je vanaf hier je voorste knie buigen. En je rechterhand plaats je aan de grond. Je lift je linkerbeen omhoog. In Ardha Chandrasana, half moon pose. Kijk of je die heupen boven elkaar kunt zetten. Misschien kijk je wel mee omhoog. Extra uitdaging. Zorg dat je genoeg ruimte hebt. Heb ik niet hier. Blijf doorademen. Kijk of je nog iets meer die heupen boven elkaar kunt zetten. En dan vanaf hier laat je langzaam je linkerhand zakken op de mat. Je lift je linkerbeen zo hoog mogelijk in een standing split. En nogmaals, accepteren. Hij hoeft er niet uit te zien als een standing split. Bij mij ook niet. Maar het is acceptatie. En dan vanaf hier buig je de knie. Je buigt je linkerknie in. Tik met je linkerknie je rechterkuit aan. Lift weer op, adem in. En adem uit, tik aan. In omhoog. En uit, tik aan. In omhoog. En vanaf hier strek je benen door naar voren. Je handen komen van de grond. We komen naar onze pistol squat. Je komt langzaam zitten zonder die handen te gebruiken. Kijk of het lukt. Alright, heel goed. En dan vanaf hier is je rechterknie gebogen. Die breng je zo dicht mogelijk naar je toe. Je brengt je rechterarm op de binnenkant van je been. Je rijdt met je bovenlichaam naar voren. Brengt je arm voor je been langs. En je kijkt of je hand achter je kunt vastpakken. Of je pakt je shirt vast. Iets tussen de handen. Linkervoet blijft actief. Wil je meer, kan je nog op de uitademing naar voren komen. Blijf rustig doorademen. Lengt in de rug. En adem je in, kijk je naar voren. Adem uit, laat de houding los. Doen we een vinyasa. Dus je mag je enkels voor je kruisen. Je lift jezelf op. En uit naar Chaturanga. In naar een upward facing dog, schouderslag. Uit naar downward facing dog en dan zijn we aan de andere kant beland. Je ademt in, lift je linkerbeen omhoog, maak lang. En op de uitademing stap je voet tussen je handen. Adem in, kom naar je hoge lunge. Even hier, blijf doorademen.
En vanaf hier lift je rechterbeen omhoog. Breng je knie naar je borst toe. Duw hem stevig naar je toe. Pak met beide handen die knie vast. Schouders zijn weer laag. Kijk of je stambeen kunt strekken. Vanaf hier hou je met je rechterhand je knie vast. Je opent je been naar rechts. Linkerarm strek je uit. Je kijkt naar links. Kijk of je hier goed je heup kunt openen. Blijf doorademen. In en uit door je neus. Vanaf hier laat je langzaam je knie los. Beide armen komen omhoog. Je komt naar je star pose. Strek dat rechterbeen uit. Leun een beetje naar links. En dan vanaf hier ga je langzaam kantelen naar voren. Je strekt je rechterbeen uit naar achter. Blijf doorademen. Armen komen langs de oren. De ene wijst naar de grond, heel duw je uit naar achter, alsof je tegen die muur stapt. Adem diep in hier. En op de uitademing land je rechtervoet achter je. Kom je naar je hoge lunge. Armen komen weer omhoog. Maak lang, adem in. En adem uit, strengel de vingers achter je in elkaar. Borst komt naar voren, adem in. En adem uit, buig voorover. Naar je handel warrior. Blijf je achterste hiel wegduwen, dus je been verlengen. Armen komen omhoog. Voel die stretch in die schouders. Adem diep in hier. En op de uitademing land je rechterhand aan de binnenkant van je linkervoet. Linkerarm komt omhoog in je twist. Blijf doorademen. Blijf achterste been verlengen. En adem je in, kom je omhoog. Kom je naar je twist. Dus blijf in die twist. Je rechterarm is naar voren, linkerarm naar achter. Je kijkt naar achter. Dan laat je vervolgens je linkerhand achter je zak op je been. En je opent je rechterarm omhoog. Reversed. En gedraaide reversed warrior. En dan vanaf hier adem je diep in. Draai je achterste hiel op de mat. Neem dit keer je linkerarm omhoog. Een normale reversed warrior. Linkerknie is nog goed gebogen. Achterste been is verlengd. Dan vanaf hier adem je in, strek je voorste been. Loop misschien ietsje voet in, kleinere stap. Rijd naar voren met je bovenlichaam. Land je rechterhand op je scheenbeen. Linkerhand, sorry. De rechterarm komt omhoog. Blijf doorademen. Vanaf hier maak je cirkels. Dus je brengt je arm over je hoofd. Maak die grote cirkel door naar beneden op de uitademing. In de ademing omhoog. En uit weer door. Doe een paar voor jezelf. Eigen tempo. Voel al die stretches in je lichaam. En eindig vervolgens weer omhoog met je arm. Nou, vanaf hier ga je voorste knie buigen. Linkerhand zet je aan de grond. Eventueel een blok. En je rechterbeen lift je. Rechterarm komt omhoog. Kijk of je die heupen boven elkaar kunt zetten. In de Ardha Chandrasana, Half Moon Pose. Blijf weer doorademen. Adem diep in hier. En op de uitademing beide handen naar de grond. Hoofd breng je naar je scheenbeen. Kik je rechterbeen zo hoog mogelijk op. In je standing split. Dan vanaf hier ga je langzaam je knie buigen. Rechterknie tik je tegen je linkerkuit aan. En lift nogmaals op. Adem uit. Knie naar kuit. In de ademing lift op. Laatste. Tik aan. En lift op. Vanaf hier handen los, trek je been naar voren. Kijk of je kan komen zitten zonder de handen te gebruiken. Applausje voor jezelf als het is gelukt. En dan is het goed als je linkerknie gebogen. Breng je hiel zo dicht mogelijk naar je toe. Eén handpalm afstand past tussen je voeten en je bovenbeen. Komt je linkerarm met de binnenkant van je been, je rijdt naar voren. Brengt je arm voor je been langs. En je kijkt of je andere hand achter je kunt vastpakken. Iets tussen de handen. Inademen, kijk naar voren. En uit. Heeft u wil, buig je voorover. Hou je voorste voet goed actief. De tenen zijn naar je toe. Je knie, je linkerknie komt richting je oksel. Adem in, kijk naar voren. En adem uit, laat rustig los.
ga vanaf hier weer naar een vinyasa. Kruis de enkels, lift op en uit naar chaturanga. In naar upward facing. Uit naar downward facing. Mijn mat verschuift een beetje. Ik hoop dat die bij jullie wat steviger ligt. Ga door. Op de inademing lift je rechterbeen omhoog. En op de uitademing stap je voet tussen je handen. Maak een grote cirkel, draai je achterziel op de mat. Kom naar Warrior 2, Virabhadrasana B. Kijk over je voorste hand heen. Zorg dat die voorste knie in de hoek van 90 graden is. Achterste been is verlengd, heupen zijn geopend. Adem je in, strek je voorste been, je arm komt in het midden. En op de uitademing kom je naar de andere kant. Je buigt je linkerknie. Doe maar een paar keer. Adem in, midden. En uit die andere kant. Dus wissel ook steeds je voeten. In, adem in, midden. En uit de andere kant. Adem je in, kom je weer terug naar het midden. En vanaf hier op de uitademing komen de handen in de heupen. Adem je in, maak je lengte. En op de uitademing buig je voorover, plaats je handen onder je schouders en tussen je voeten in. Ademing, kijk naar voren en uit, buig voorover. Op het kruintje van je hoofd gaat richting de grond. Je leunt een beetje op de voorkant van je voeten. Tenen zijn naar elkaar toe gedraaid. Handen staan op schouderbreedte, ellebogen wijs je achter als ze gebogen zijn. Opties om de knieën te buigen. Blijf even hier een paar ademhalingen. Adem je in, kijk je weer naar voren. Adem uit, zet de handen terug naar de heupen. In, kom omhoog. En uit, laat rustig los. Mag je vanaf hier je rechterknie gaan buigen. Heel goed in de mat. Tenen omhoog. Eventueel handen voor de borst of je handen aan de grond. En dan ga je wisselen van kant. Doe dit een paar keer, je skandhasana. Steeds een stretch in de binnenkanten van je benen. Voel je vrij om te bewegen, wat voor jou fijn voelt. Blijf misschien wat hoger als je last hebt van de knieën. Die extra uitdaging is dus handen voor het hart. En dan bij de laatste kom je weer naar de voorkant van je mat. Dan is je rechtertenen zijn naar voren gewezen, wijzen naar voren. Je komt omhoog, draait de heup even naar voren. Zorg dat je stap niet te groot is. Pak je eventueel de ellebogen achter je vast. Of je brengt je handen in namaste tussen de schouderbladen. Dat is aan jou. Je ademt in, maakt de lengte. En op de uitademing buig je over je rechterbeen. Blijf beide benen gestrekt houden. Hoofd laten zakken. Je opent je borst. Parsvottanasana. Trek de navel in en op. Kijk of je navel naar je uitgestrekte been kunt toebrengen. Dan vanaf hier kijk je of je door je voorste knie kunt buigen. Hou de handen waar ze zijn. Lift vervolgens je linkerbeen omhoog in je Warrior 3 variatie. Blijf doorademen. Adem diep in hier. En op de uitademing laat je linkerhand zakken aan de grond en rechterarm komt omhoog. Parivrita Ardha Chandrasana, gedraaide hoofdpoos. En vervolgens breng je de armen naar voren. Strek je benen naar voren. Oei, ik heb een vang voor mij. En dan kom je weer zitten. Probeer weer die pistol squat zonder de handen te gebruiken. En mag ploffen, dat hoort er een beetje bij. Dus als het goed is, je rechterknie gebogen. Je knie laat je zakken naar buiten. En is je voet aan de binnenkant van je bovenbeen. Ga naar Janakshirsasana. Adem in, breng de armen omhoog. Maak lengte. En op de uitademing land je handen waar ze vallen. Misschien aan je voet, misschien aan de grond. Kijk of je lengte kunt maken in je rug. Nogmaals, acceptatie is hier het thema. Dus ook waar je nu bent, accepteer hoe de houding voor jou voelt. Hoe de houding er misschien uitziet. We zijn immers allemaal verschillend. Adem je in, kijk je naar voren. Adem uit het los. Doe een vinyasa. Dus je mag je benen, je enkels weer kruisen. Je lift jezelf op. En adem uit je chaturanga. Even naar upward facing.
Uit naar downward facing. Gaan we naar de andere kant. Adem in, lift je linkerbeen omhoog. Adem uit, stap je voet tussen je handen. Draai je achterste hiel in de mat. Maak een grote cirkel met de armen. Kom weer naar warrior 2. We gaan het iets anders doen. Je rijdt naar voren met je bovenlichaam. Brengt je onderarm op je bovenbeen. En zwaait je rechterarm over je heen. Uttita Parsvakonasana. Adem je in, kom je naar het midden. Breng je de arm omhoog. En op de uitademing doe je die aan de andere kant. Breng weer je onderarm op je been, linkerarm over je hoofd. Steeds weer wissel van kant. En je laatste. Adem in, breng de arm omhoog. Blijf in het midden, draai de tenen naar elkaar toe. Strengel dan de vingers achter je in elkaar. Adem in, breng de borst naar voren. En adem uit, buig voorover. Prasarita Padottanasana C. Leun een beetje op de voorkanten van je voeten. Laat het hoofd zakken, ontspan het hoofd. En adem in, kom je heel langzaam omhoog. En zet je de handen op de heup. Vanaf hier draai je de voeten een klein beetje naar elkaar toe. Kom je zitten in je Hindi Squat Malasana. Alright, breng je handen goed voor het hart. Dan mag je vanaf hier je rechterhand in de mat zetten en je opent je linkerarm omhoog. En op de uitademing breng je weer beide handen bij elkaar voor je hart. Andere kant, adem in, open. En adem uit. Adem in. En adem uit. Je laatste adem in. En adem uit. En vanaf hier kom je omhoog. Je draait weer naar de voorkant van je mat. Dit keer is je linkerteen. Je linkerbeen is voor. Heupen zijn weer naar voren. Pak ze vast. Maak de lengte op de inademing. Eventueel die ellebogen achter je vastpakken. Of je brengt de handen tussen de schouderbladen ineen. Adem in. En adem uit. Buig voorover. Parsvottanasana. Trek weer de navel in en op. Let op dat je linkerheup misschien wat naar achter brengt, rechts naar voren, zodat die heupen één lijn zijn. En dan blijf je handen waar ze zijn. Je buigt door je voorste knie. En lift vervolgens je rechterbeen omhoog. En kom naar je warrior 3 variatie. Tenenwijzer, rechter tenenwijzer naar de grond. Hiel duw je uit, alsof je tegen de muur stapt. Balans kunt bewaren. Adem diep in hier. En op de uitademing laat je rechterhand op de grond zakken. Je opent je linkerarm omhoog. Baadje Vrita Ardha Chandrasana. Gedraai de half moon pose. Let op dat je rechterbeen blijft liften. Been is actief. En dan vanaf hier breng je de armen naar voren. En strekt je rechterbeen naar voren. Kom langzaam zitten. In je pistol squat. Oké, heel goed. En dan vervolgens laat je linkerknie zakken richting de grond. Voet aan de binnenkant van je bovenbeen. Janushirsasana. Armen komen omhoog, adem in. En adem uit. Kom naar voren, land. Waar je handen landen. Hou je rug mooi lang. Schouders recht bij de oren vandaan. Kijk of je linkerknie kunt laten zakken richting de mat. Adem in, kijk naar voren. En adem uit, laat rustig los. Vervolgens mag je beide voetzolen bij elkaar plaatsen. En de vingers onder je voeten ineens strengen. En je mag kiezen, je kan of naar voren komen met de rechterrug. Of je mag langzaam de knieën op en neer bewegen. Beweeg de knieën op en neer. Hou je schouders laag. En ook hier een rechte lange rug. Voel je stretch in de binnenkant van je benen. Parakonasana. En adem je in. Kijk je naar voren. Je komt tot stilstand. En vanaf hier mag je de benen spreiden op de mat.
En let op, als je heupen naar achter kantelen, dan doe je hier genoeg. Of je pakt eventueel je blok of je kussentje en die legt die onder je billen. Kantel je niet en kijk je of je met je heupen juist naar voren kunt kantelen. Dan kan je eventueel ook je handen naar voren lopen. Het gaat erom dat jij een stretch voelt aan de binnenkant van je benen. En dat is wat we hier willen accepteren. Dus waar we zijn, hoe ons lichaam aanvoelt. Misschien de stretches accepteer je. Misschien de gedachten die naar boven komen accepteer je. Elk lichaam is anders. Hou de benen actief, tenen naar je toe. En adem je in, loop je rustig terug. Als je naar voren was gelopen, breng je de benen bij elkaar. En je komt vervolgens balanceren op de zitpotten. Je kan eventueel je handen achter je knieën pakken voor een Navasana boogpoos. Andere optie is armen naar voren strekken. Volgende optie is benen strekken. En dan vanaf hier adem je diep in. En op de uitademing twist je naar rechts. Inademing midden. En uit twist naar links. Doe dit een paar keer voor jezelf. Dus inademing midden, uit twist. Blijf goed balanceren op die zitbotten. Kijk mee met je twist. Voel die buikspieren werken. Schuine buikspieren, rechte buikspieren. Blijf die benen hoog houden als het lukt. Laatste in en uit je twist. Laat dan rustig los. Breng de voeten op heupbreedte, handen achter je, vingers wijzen naar je billen toe. Je lift je heupen omhoog. Laat eventueel het hoofd zakken. Adem diep in hier. En adem uit om rustig zitten. En dan mag je vervolgens op je rug komen liggen. En dan gaan we naar een modified bridge. Je voeten zijn op heupbreedte. Hielen zijn dicht naar je toe. En dan op de inademing lift je de heup omhoog. Je streelt de vingers onder in elkaar. En brengt de schouderbladen naar elkaar toe. Duw die heup omhoog. Activeer de benen. Wil je extra uitdaging? Lift vervolgens je rechterbeen omhoog. Kijk of je hem helemaal richting het plafond kunt strekken. Voel die kracht op je linkerbeen. Adem diep in, lift nog één keer omhoog. En op de uitademing laat je voet zakken. Ga naar de andere kant, lift links omhoog, adem in. Strek helemaal uit. Adem nog één keer diep in. En uit, rustig terug. Haal de vingers onder in elkaar. En laat vervolgens je knieën zakken van links naar rechts. Even windshield wipers. En dan kom je terug naar het midden. En dan gaan we rollen. Je kan je enkels kruisen. Je pakt de buitenkanten van de voeten vast. Ga een paar keer rollen naar Chaturanga. Je rolt naar voren. Gebruik de buikspieren. En doe nog eentje. Dan rol je naar voren. Zet je de handen in de mat. Stapel spring je weer naar achter. Hoge plank. Lage plank. In naar de upward facing. En uit naar de downward facing dan. En dan mag je vanaf hier rustig komen zitten. Alright. Dan zijn we aanbeland bij misschien wel het pittigste stukje van deze les. We gaan namelijk de hoofdstand oefenen. Dus kom op je handen en knieën. En ik geef je een paar opties. Wil je de hoofdstand niet oefenen, dan kan je naar de dolphin pose komen. Ten eerste pak je je ellebogen vast. Je bepaalt de afstand tussen de ellebogen door de handen aan de elleboog te plaatsen. Maak je een kommetje van je handen en straks in dat kommetje, als je hoofdstand gaat doen, breng je hoofd erin. Wil je dolphin pose? Strek de benen uit naar achter. Kom op die tenen en dan vanaf hier ga je van voor naar achter. Probeer je goed de buikspieren te gebruiken, je armspieren. Dus dit is je optie, hier kun je blijven. Dus accepteer ook welke optie je kiest. Hoe je lichaam voelt, wil je meer, zet je eventueel je hoofd in dat kommetje en je loopt de voeten naar je toe. Dan vanaf hier lift je misschien één been en je knie breng je tegen je borst. Dan lift je misschien je volgende been.
En let dus op dat die heupen boven de schouders staan. Dan kan je op een gegeven moment, als het oké voelt, kan je benen gaan uitstrekken naar je hoofdstand. En deze hoofdstand kan je ook uiteraard tegen de muur oefenen als je bang bent te vallen. En als je eenmaal in je hoofdstand stabiel staat, kijk of je een paar ademhalingen hier kunt blijven. Rustig blijven doorademen. Maar pas op als je te veel tegen die muur oefent, want dan gaat je hoofd dat op een gegeven moment doorkrijgen. En wetende dat hij altijd kan vallen, dat je altijd jezelf kan laten vallen. En dan is het straks heel moeilijk om zonder muur te oefenen. En als je eenmaal hier bent en je wilt eruit, breng je heel rustig de knieën weer naar de borst. Laat jezelf zakken met controle. En kom je even naar die child pose. Neem een paar ademhalingen hier. Accepteer of het goed is gegaan of niet. Of dat hoef je niet eens te bepalen. Maar gewoon accepteren waar je nu bent op dit moment. En dan vervolgens zet je de handen in de mat. Je maakt jezelf lang om naar een hoge plank. En adem uit lage plank. In naar upward facing dog. En uit naar downward facing dog. En dan mag je komen zitten voor onze laatste paar afsluitende houdingen. Je komt liggen op je rug. En dan breng je rechterknie naar je borst toe. Pak met beide handen je knie vast. Linkerbeen strek je uit. Richting de grond. En dan mag je vanaf hier je rechterbeen omhoog strekken. Je grote teen vastpakken. Linkerhand plaatsen op je bovenbeen. Je kan eventueel je schouders laten liggen op de grond. Wil je meer, dan kan je je hoofd naar je knie toe brengen. Met extra buikspieren. Je voelt als goed een stretch aan de achterkant van je rechterbeen. Span goed die buikspieren aan. Lift de schouders van de mat. Kijk of je je voorhoofd naar je knie kunt toebrengen. En anders laat je lekker die schouders liggen op de grond. Dat is aan jou. Blijf je linkerheup aan de mat duwen. Adem diep in hier. In de adem uit. Laat rustig je hoofd zakken. Laat je been zakken naar rechts. En kijk vervolgens naar links. Ook weer hier blijft de linkerhand op je heup. Duw hem aan de grond. Adem in, kom terug naar het midden. En vanaf hier mag je de buitenkant van je voet vastpakken en je knie buigen. Kom je naar een halve happy baby pose toe. Kijk of je knie kunt laten zakken richting de mat. Adem diep in hier. En op de uitademing laat je voet los. Je brengt je knie naar links. Strekt je rechterarm uit voor een twist. Je kijkt naar rechts. En voel je vrij om je eigen variatie te nemen. En adem je in. Kom je terug naar het midden. En dan mag je je rechterbeen weer uitstrekken richting de grond. Dit keer breng je je linkerknie naar je toe, naar je borst. Pak hem stevig vast. En dan vervolgens breng je linkerbeen omhoog. Pak met beide, met twee vingers je grote teen vast. Eventueel je knie gebogen. Of je pakt je scheenbeen vast, dat is ook een optie. Wil je hier meer, kan je met je hoofd naar je knie toe komen. Kijk of je rechtertenen kunt pointen. Goed die buikspieren activeren. Voel de stretch in de achterkant van je linkerbeen. Maar ook die buikspieren doen hun werk. Hou je rechterhand op je heup. Duw hem richting de grond. Adem diep in hier. En adem uit. Laat je hoofd zakken. Laat je been zakken naar links. Kijk naar rechts. Hou je rechterhand op je heup. Laat de
zakken richting de mat. Adem je in, kom je terug naar het midden. Mag je vervolgens je knie buigen, de buitenkant van je voet vastpakken en je knie laten zakken richting de grond. Rechterhand plaats op je heup. Adem je diep in hier. En op de uitademing breng je linkerknie naar rechts. Je strekt je linkerarm uit. Je kijkt naar links. Voor je twist. Kijk of je helemaal door kunt ademen in je twist. Adem je diep in, kom je terug naar binnen. En dan is het nu tijd voor je Shavasana. Dus je mag je benen uitstrekken. Voeten laat je openvallen naar buiten. Handpalmen breng je open richting het plafond. Je mag je ogen sluiten. Die laatste paar minuten. Even helemaal niks. Alleen het lichaam ontspannen. Dus kijk of je alles los kunt laten. En alles kunt accepteren. Strek jezelf dan uit, maak je lichaam lang. Maak je lichaam wakker. Dan breng je knieën naar je toe, maak jezelf klein. Als je het fijn vindt, gooi een beetje van links naar rechts. Dan kom je liggen op je rechterzij. Vanaf hier, als je klaar voor bent, duw jezelf op naar de zittende positie. Hou de ogen nog even gesloten. Merk op hoe je voelt. Dus hoe voelt je lichaam aan? Hoe is je geest? Kan je alles accepteren hoe het nu is? Deze acceptatie met je meenemen voor de rest van je dag. Misschien de rest van je avond. Misschien de rest van je week. En neem de dag hoe het is. Breng dan de handen bij elkaar voor je hart. Buig je hoofd naar je hart toe. Bedank jezelf dat jij hier bent verschenen op je matje in je huiskamer. Deze yogales hebt beoefend. Namaste. Dank jullie wel. Ik hoop dat jullie het een fijne les hebben gevonden. Met
alle huiselijke geluiden was het voor mij ook een beetje acceptatie hier. Ik hoop dat jullie dat oké vonden. Daarnaast hoop ik jullie natuurlijk snel weer te zien. Misschien in levend lijven. En anders online met een volgende les. Heb je vragen, stel ze hier beneden. En abonneer je op mijn kanaal en like de video. Doeg!